Hi guys, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag is een lekkere woensdag, regenachtige woensdag. Ja, ik lustte eigenlijk reukosoep, maar ik ben van gedachten veranderd. Omdat ik vanochtend een video had gezien op YouTube van een zekere fan van me. Dat ze heeft... ze heeft fried rice gemaakt, een snelle fried rice met ei en broccoli en toevallig heb ik dat thuis en ik ga het proberen. Ik heb al rice en, klaargezet hier, net genoeg voor 3 mensen. Ja, en ik ga die broccoli nemen. Ik heb vandaag een massage gedaan. Ik voelde me zo moe. Ja. Massage gedaan. Ik ga de broccoli nu snijden. Samen doen in dat reis. Wat hebben jullie gekookt? Oké, ik heb hem samen gedaan. En dan is het alleen maar bakken in de pan. Ja, dat straks weer. Wat ik nu ga doen is 5 eieren klutsen. En dan bakken. Je kan ook koren zetten hoor. Als je wilt koren. Maakt niet uit wat je allemaal wilt zetten. Maar dit was echt een snelle wang, had ik gezien op YouTube. Chemical packing. Go!
Ik weet niet waarom ze dat ei in de pan drinken. Maar zo heb ik hem gezien. En dan ga ik hem wegzetten. Dat is al mooi gaar. Oh, weet je wat ze had gedaan? Ze had dat eigeel gemixt in dat rijst. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga hem gewoon zo bakken. Oké, ga ik hem wegzetten. Dan ga ik die andere pan. Nee. Ik ga nu wat olie erin doen. Olie en boter. Hoi! Kan gebeuren. Ja, ik heb de knoflook uien, 3 Maggi blokjes. En een beetje terasi. Een beetje suiker. Ga ik dan laten bakken. Heerlijk, heerlijk. En wat zwarte peper. Ja, niet te veel. Dan ga ik nu de rijst met broccoli erin doen. En daarnaast ook de ei. Oeh, lekker. Lekker een snelle fried rice. Je mag ook koren zetten hoor. Alles wat je wil. Maar ik heb naar dit gekeken. En dan ga ik straks worstjes bakken. Heel simpel. Look guys, delicious. Ik heb gebakken uien erin gezet. Soepgroenten. Oeh la la. Ga straks eten. Daar. Gebakken uien erin. En ei en broccoli. Oeh, heerlijk. En ik ga straks sausages bakken. Ja, ik ben nog niet klaar. Ik was even vergeten om
review te doen voor mijn mochis. Ik heb mijn mochis net gehaald bij Shanifa Amatsujuk. Gaan jullie op de Facebook. En ze heeft echt van die lekkere mochis, guys. Ze heeft actie, paasactie, dus haastje. Kijk, ik had de 5 besteld met Oreo. Ik weet niet, ik hou niet ervan om Oreo zo te eten uit de verpakking. Maar dit in mochi. Mensen, dit is bite size. Dit is echt geen bite size. Bite size is in 1 keer ham. Maar dit moet ik nog 2, 3, 4 keer happen. Dus zo een mooie mochi. Die kost maar 10 SRD. Ja, en het is echt heerlijk. Ik ga nu niet eten. Omdat ik al 3 op heb. Als je mijn Facebook hebt gezien. Dus haar Facebook page is Shanifa Amatsujuk. Ga gauw op de page. Ze heeft acties. Ze heeft ook vruchtenmochi. Dus ik ben niet zo dol op vruchtenmochi. Dus de original mochi is this one is the best. Ah. En is echt een craving hoor. Het is gewoon zitten van, dat zag ik daar post. Mochis, oh my god. Ik ben gelijk gegaan. Echt even serieus. Ze zou eigenlijk vandaag niet maken. Pas vrijdag. Maar ze zei me van, ik kan het toch nog voor u vullen. Ik zeg van, doe maar eenmaal. Ik moest gaan masseren. Heb ik gezegd van, kan je alsjeblieft voor me vullen? Anders is mijn craving te lang. Maar goed, dus check haar Facebook. Ja, ik ben terug, guys. Look at my plate. Ik heb de worstjes gebakken. Ik heb wat op mijn bord gezet. Ik heb wat komkommer op azijn. En sambal bani. Dus zo eenvoudig kan het ook. Yep. Ik ga niet aan de vlog, anders is het mij alleen. Heerlijk. Lekkere komkommer. Wars. Ik zet mijn vlog af tot de volgende video.